Een live telethon georganiseerd door Su voor Su en Telesuur heeft gisteren in totaal 2 miljoen SRD opgehaald. De valutabedragen worden nog geteld door de organisatie. Aan het einde van de telethon was er iets meer dan 155.000 euro en meer dan $782 opgehaald. Volgens Jules Fernandes, algemeen directeur van Fernandes Groep, en een van de initiatiefnemers van het Su4Su-fonds, gaat de situatie rondom het COVID-19-virus niet opgelost worden als iedereen zich niet ten volle inzet. Wij realiseren ons dat deze vreselijke ziekte vereist dat mensen op de frontlinie staan om voor de rest van ons het risico te nemen. Vandaar het Su4Su-fonds, zegt Fernandes. Die mensen hebben middelen nodig. Ze hebben medische apparatuur, personal protection equipment en infrastructuur om zichzelf te beschermen en op die manier voor ons te zorgen. Dus het enige wat wij kunnen doen als burger is die mensen die voor ons in de voorste linie staan te poweren. En meer dan dat is er niet. En hoe hebben andere bedrijven gereageerd toen u ze benaderde voor dit initiatief om mee te doen? Nou, ik heb Rudolf Elias, goede vriend bij Staatsolie, gebeld. Hij heeft direct ingestemd nadat ik dus bij Fernandes toestemming kreeg om een fors bedrag te pledgen. Heb ik Rudolf gebeld. Hij zei, hey Jules, ik match het. Kort daarna kregen we een telefoon van Surnum Plastics. Die hebben toen ook een heel fors bedrag gepledged. En toen waren er plotseling met drie mensen een aanzienlijk bedrag. En dat heeft geloofwaardigheid gegeven aan het initiatief. Tijdens de telethon heeft Telesuur in totaal 800.000 SRD gedoneerd aan het Su4Su-fonds. Aan het begin van de inzamelingsactie heeft directeur Mike Antonius een symbolische cheque van 150.000 SRD overhandigd aan Jules Fernandes. De Telesuur-directeur gaf aan dat een ieder een bijdrage kan leveren om Suriname beter te maken. Dat was de reden waarom hij ook een donatie heeft gegeven aan het fonds. Wij doen als zeg maar, maatschappij die zeg maar, de sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft in deze samenleving waar we zaken doen, dat nemen we heel serieus. En we doen niet nu alleen een bijdrage, we doen al heel lang een bijdrage. Ik wil wel één ding benoemen dat wij sowieso aan hebben geholpen de afgelopen periode. En dat is zeg maar het bijeenbrengen van sowieso de hulplijnen 178 en 019. Die twee hulplijnen hebben we gefaciliteerd in zeg maar, de zeer professionele locatie die we hebben bij Webhelp. Telesuur en Webhelp die hebben een joint venture en daar hebben wij zeg maar, hele uitstekende mogelijkheden om zeg maar, telefonisch hulp te bieden. En daardoor hebben we de, zeg maar, de hulpverlening naar de gemeenschap zeg maar, verbeterd. Ik benoem dit ook omdat u weet dat een van de belangrijke opmerkingen is, die met name de zorgverleners hebben gemaakt, dat wij, als je een griepje hebt, ga niet naar de dokter, maar bel. Telesuur-directeur Mike Antonius. Hij heeft gisteren tijdens de live telethon een symbolische cheque van 150.000 SRD gedoneerd aan het Su4Su-project. Aan het eind van de dag heeft de onderdirecteur van Telesuur, Stephen Titro, een cheque van 650.000 SRD gedoneerd. Deze bijdrage heeft het bedrag gebracht naar 2 miljoen SRD. Er is nog geen definitief bedrag voor de valuta-inzameling. Maar aan het einde van de telethon was er iets meer dan 155.000 euro en meer dan $782.000 opgehaald.